Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aro Shahzad en namens FX Flat heet ik jullie allemaal welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we ditmaal samen met Jan Robert en Leon kijken naar interessante live trading met betrekking tot Wall Street. Uiteraard nemen we ook een kijkje op de MetaTrader 4 van FX Flat en in combinatie met het Money to Work systeem, het TS systeem. Even kort zoals gebruikelijk, vooraf belangrijk om te vermelden is de risicowaarschuwing. En hierbij is het dus belangrijk om aan te geven dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we kort door naar FX Flat. Het is vrij eenvoudig. We zijn al meer dan 25 jaar actief als de professionele toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben twee varianten, eenmaal de Trader Workstation en andermaal de MetaTrader beleggingsrekening. Kijken we kort naar de Trader Workstation beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform. Hiermee kunt u dus in vrijwel alle mogelijke effecten beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf €1,90. Het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk via de fxflat.nl website en is al mogelijk vanaf een storting van €2000. Wilt u bijvoorbeeld de overstap maken van uw huidige broker, dan is het ook geen enkel probleem. Kunt u gebruik maken van een depotoverdracht en voor de rest heeft u ook geen beheerkosten, dus geen maandelijkse terugkomende kosten of andere fees voor uw beleggingsrekening. En heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak, wilt u daarvoor ook een beleggingsrekening openen, dan kan dat heel gemakkelijk middels een zakelijke beleggingsrekening. En als u wilt rondkijken, kennis maken met Trader Workstation of gewoon oefenen, dan kunt u ook gebruik maken van de gratis en vrijblijvende demo beleggingsrekening. Nou, dan gaan we kort door naar de MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform, waar we ook samen vandaag met Jan Robert en Leon een kijkje opnemen. En hiermee kunt u dus beleggen en daytraden en daghandelen en vrijwel alle derivaten in CFD-vorm. En dat is allemaal mogelijk met €0 transactiekosten, dus u heeft geen commissies, zoals dat ook heet. Voor de rest heeft u ook geen maandelijkse fees of andere beheerkosten. Dat is dus €0 aan beheerkosten. En wat vrij uitzonderlijk is bij FX Flat, waar we ook echt trots op zijn, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst €500.000 voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. En wilt u kennis maken met MetaTrader, wilt u kennis maken met de daytraden, of wilt u gewoon rondkijken, dan kunt u altijd gebruik maken van een gratis en vrijblijvende demo beleggingsrekening. En hiermee kunt u dus 30 dagen lang van alles uitproberen met oefengeld. En dat ook nog eens met real-time koersen. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter in de vragen. Dan pakken we die samen met Jan Robert en Leon op. En dan gaan we door naar Jan Robert en Leon. Goedemiddag samen, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ditmaal wederom een interessante webinar over daytrading met betrekking tot Wall Street. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Dan geef ik hierbij het beeld over aan Leon en dan kunnen we van start gaan. Ja, een hele goede dag. Dankjewel voor de korte introductie, Aras. Ik hoop dat je een goed weekend hebt gehad natuurlijk. En deelnemers ook, welkom dat jullie aanwezig zijn. En we gaan vandaag rondom de opening handelen. Ik heb even gekeken op forexfactory.com. Oh, de cijfers zijn en dat zijn er niet. Ze zijn wel geweest om 2:30. Maar die zitten dat is al in de koers verwerkt. Dus op zich zijn er weinig verrassende spannende dingen. En vandaag gaan we in ieder geval kijken, komende uurtje, wat we kunnen doen op de Amerikaanse Nasdaq. Wij handelen altijd op de Nasdaq. Leon zal het een laten zien hoe wij handelen. Je kunt met MetaTrader 4 heel eenvoudig handelen met FX Flat. En degene die nog geen demo rekening heeft, die raad zeker aan om sowieso een demo-rekening te openen. En dan heb je kale grafiek, niet dit systeem. En dit systeem helpt ook om betere tradingbeslissingen te nemen. En Leonne zal je even wat dingen laten zien, de basisprincipes van Money to Work. Dus welkom Leonne, je ziet er wel beeldig uit. Dankjewel, ja Robert. Nou, ik zal jullie wat meer uitleg geven over ons daytrade systeem Money to Work. Ik haal even hier dus wat lijnen weg, zie je Jan-Rob, die hebben wij vanochtend getrokken. Klopt. De markt is dus weer wat gezakt.
Met ons Money to Work systeem houden wij dus ons aan 4 signalen voor een short signaal, oftewel een verkoopsignaal, en een koopsignaal, oftewel een buy signaal. Wij letten gewoon op bij een verkoop op een oranje pijl en een oranje lijn, oftewel de PMA-lijn. En dan zitten we hier in een verkoopgebied, dus een rood gebied. We zitten onder de nullijn en geen bolletjes. Dat is een geldig verkoopsignaal, oftewel een short signaal. Wij leggen een opdracht altijd in bij het sluiten van een candle met een oranje pijl. Wanneer de timelift, zoals hierboven staat, op 00.03, dan leggen wij de order in. En die order leggen wij ook altijd 3 punten lager dan de low van de candle. En dan leggen wij, wanneer hij in ligt, dan wachten wij op de trigger. En dan is het een kwestie van je winst pakken of ja, de markt draait dan jammer genoeg. Maar bij het inleggen van zo'n one-click trading order is het dus zo dat automatisch bij de Nasdaq 30 punten winst worden gegenereerd. En we hebben een stop-loss van ook 30 punten. Wanneer wij een koopsignaal hebben, dan is het dus precies dezelfde voorwaarde, maar dan in de blauwe kleur. Zoals je dus hier ziet, een blauwe pijl en een blauwe PMA. We zitten hier in een groen gebied en we mogen geen bolletjes hebben. Dus deze candle, die zou nog kunnen voldoen. Maar ook maar heel eventjes, want die wordt ook ingetriggerd. Dus dan moet je vrij snel had je hier dus je winst moeten nemen. Met dit knoppensysteem hebben we hier de BS van de buy stop. Dat wil dus zeggen dat wij de markt ingaan, maar we leggen de order 3 punten hoger dan het sluiten van de candle bij een koopsignaal. En bij een sell stop leggen wij de order 3 punten lager bij het sluiten van de candle bij een sell signaal. Market gaan wij nooit in. Dus buy market of sell market, wij leggen nooit een order die gelijk getriggerd wordt. En dan hieronder heb je nog een knopjes om je om de winstlijn mee te trekken of dus de stop loss gelijk omhoog te trekken. En wanneer je in de winst zit om met de stop loss achter de winst aan te jagen. Dus nu is het even de taak om, nu moeten we alleen maar even wachten op een volgend signaal. En wie van jullie heeft, wie van de deelnemers heeft het M2W-systeem al? Ja, of wie nog niet? Ik ben benieuwd of er ook nieuwe deelnemers zijn die dit systeem nog niet kennen. Dus je kan Aris even gaan kijken zo. Ja, met dit systeem gaan we juist niet overnight. Dus dat is een aanvullend systeem op een aandelenportefeuille bijvoorbeeld, waar je dus gedurende de dag intraday kunt handelen. En we gaan altijd de eerste 10 minuten, 15 minuten bij die Nasdaq opening uit laten razen, omdat het behoorlijk volatiel is. En dan wachten we op de eerste volgende signaal inderdaad. Ja. Ja, in die bovenste koersen, dat zijn natuurlijk de 1 minuut candles. In de grote grafiek is dat. En we focussen daarop en wat Leon heeft aangegeven, die time depth wat je daar ziet, die geeft een aantal seconden aan voordat de bar gesloten is. En de koersen, althans de signalen worden op real-time basis berekend. Dus gedurende candle vorming kan er al een pijl verschijnen, zoals nu het geval is. Dat betekent dus dat als je nog niet klaar bent qua candle, we hebben nog 50 seconden, kan het best zijn dat de markt draait en dat die pijl dan nog niet definitief is. Dus daarom wachten we tot de laatste 3 seconden. En we doen ook altijd bewust wachten en dan ook nog een stoporder in te leggen, hè, wat Leon heeft aangegeven, de 3 punten onder de laagste koers van de signaalcandle.
En dat doen we omdat we de markt wat in ons voordeel in onze kant willen laten bewegen. Dus met meer zekerheid. En dat is het belangrijkste. Niet meer garantie, maar wel meer zekerheidstrade zijn dat. Nou, nu zitten we dus aan het... De eerste 10 minuten zijn voorbij. En er komt nu een geldig koopsignaal. Dus dan leg ik nu een sell stop in. Ik trek hem even naar beneden. Deze candle met de oranje pijl, die heeft dus een low op 10.863. Minus 3 is dus 10.860. Daar leg ik dus mijn instapmoment neer. Hier zo. Het is wel dicht bij een weerstand, bij de S1. Dus dat is een high risk trade, zoals wij dat noemen. Dus we moeten wel alert zijn. Maar het is een geldig signaal en daar gaat het om. Ja, support, hè? Dus een steunzone aan de onderkant. Ja. Maar het zijn niveaus om doorbroken te worden. Het is geen... Hoe heet dat? Oh, we zijn dit ingetrekt, zie ik. Oké. Okay. Ja. En nu wachten we dus rustig af in de wetenschap dat we dus een verlies kunnen hebben van 30 punten. Of minder, hè? Dat hangt of vanaf hoe je... Kijk, ik ga dus al vrij snel mijn stop loss optrekken. Die ligt hier nu op. Ik leg hem dus onder break-even. Maar moet wel een beetje doorzakken. Nou, ik ben nu wel uitgetrekkerd op 2 punten winst. En nu wacht ik op een volgend geldig signaal. En degene die de stoploss niet opgetrokken heeft, die zit dus nu nog in de markt. Oké. Is het een beetje duidelijk hoe wij hier ook mee opereren? Zijn er vragen, Arash? Van de deelnemers? Even kijken, ik heb hier een vraag van Gerbert en die vraagt hoeveel trades slash triggers krijg je gemiddeld per uur? Nou, dat is niet met zekerheid te zeggen, maar je kunt wel 3 à 4 krijgen. Maar kijk, als je een vrij volatiele markt hebt met een bepaalde kant op, ja, dan kunnen we meer zijn. Maar doorgaans is dat 3, 4 of zo. Het is dus niet zo dat we hiermee tiki-taki spelen op zijn Barcelona's, op zijn Messi's. Dat zijn wel... trades die dan vrij zeker zijn, maar in ieder geval vrij rustig zijn. Dus niet 60 trades in een uur. Dat is heel uitzonderlijk trouwens. Dus, heb je nog wat kunnen turven of er ook deelnemers zijn die het systeem wel hebben of juist nog niet? Het is wat dat betreft een beetje gemixt. Ik heb hier zowel deelnemers erbij die het systeem hebben, maar okay. Er zijn ook deelnemers bij die het uiteraard nog niet hebben. Oké, okay, cool. En zoals u ziet, de bovenste lijn, dat is namelijk bij die koersen. Dus hier is een vloeiende lijn qua kleur. Dus of oranje of blauw. Dat betekent dat als het blauw is, dan is de trend opwaarts. En als het rood is, oranje zeg maar, die... PMA, Proprietary Moving Average, dan is de trend neerwaarts gericht. En je ziet ook heel vaak bij die knikpunten, ja, dat de markt ook doorzet. En zolang je gewoon in een oranje gebied zit bij PMA, dan kun je ook gewoon blijven zitten. En we hebben dus voor die Wall Street opening al een negatieve candles gehad. En dan zie je dat het sentiment gewoon heel negatief is op dit moment, nog steeds. Met weer een verkoopsignaal in wording. Ja.
Kijk, en ik trek altijd vrij snel mijn stop los aan. Gewoon om te laten zien hoe je dus je stop loslijn boven je break-even lijn legt. Natuurlijk is dat wel eens te vroeg. Maar ik wil het gewoon duidelijk laten zien met dit systeem. Hoe dit werkt. Nu krijgen we weer een nieuw verkoopsignaal. Ik leg hier weer een sell stop in. Ik moet wel iets opschieten. Oh, ik zit 17. Al in de markt. Ik kan hem niet meer bijtrekken. Ja, 17 minus 3. 14. Ja, maar ik zat er al. Ja. Oké. Okay. Nou, ik haal hem hieruit. Oké. Omdat je. Ja, ik zat er gewoon iets te vroeg in. En dan wil ik op. Zakt hij weer een beetje. 14. Ik haal hem er hieruit. Moet je op 14 had die moeten counter liggen. Ja, kijk, je hebt hier dus de yesterday low. Dus deze, de JL, de yesterday low. Wanneer ik dus, ik had hem eigenlijk net onder deze yesterday low moeten leggen, de instapmoment. Je ziet gewoon dat de markt hier wat gedraaid heeft. Ja, je weet natuurlijk niet of die doorgaat omhoog of naar beneden. Ja, nou goed, dan neem ik gewoon, misschien iets te vroeg, heb ik mijn verlies genomen. En gewoon omdat ik er te vroeg in zat. Maar hier krijg je nu weer een nieuw signaal. Nou, de low is 15:12 komt Jan te liggen. In principe komt het 12 te liggen, ja. En ben je nu dan ingestopt, denk ik? Ja, precies. Ja. Ik heb hier trouwens ook nog een interessante vraag van Gerbert weer. Die vraagt, wat is de ratio tussen winstgevende en verliesgevende trades ongeveer? Ja, de ratio die ligt tussen de 65 en 70% winst trades. En de verliesgevende trades is dan 35 tot 30. Alleen moet je kijken dat de... Het gaat ook om de gemiddelde, in ieder geval de verliezen, dat die zo kort mogelijk worden meegenomen. En soms zit er ook wel eens trades bij van 60 punten. En die zijn langer. Maar dat zijn uitzonderingen. Maar je ziet ook bij deze
W, zie je die oranje PMA al met een signaal zijn vergezeld bij die PP, het eerste signaal al. Dus als we voor de open, tussen de 0 en de 10e minuut hadden gehandeld, had je daar ook een rit gehad. Dus als je gaat kijken naar die hele oranje lijn, vanaf het eerste signaal al, dan zie je dus dat het, nou ik weet niet hoeveel punten dat zijn, moet ik even snel kijken. Dat zijn, ja, 100 punten ongeveer. Dus na die W, dat is net ons, iets na de opening inderdaad. De hele rit is gewoon 100. Dus met andere woorden, dit systeem, dat behoeft je ook voor te kort, te snel in de markt te stappen. En ik had heel veel klanten of heel veel traders die zeggen, ja, het is nu zo hard gedaald, het moet weer omhoog. Maar wij kijken vooral ook op aan de lijn, als die oranje of rood is, of oranje of blauw is. Als die oranje is, en dan blijf je gewoon met een verkoopbril in de markt zitten, kijken, naar verkoopsignalen. Dus wat we ook zien is dat de markt een beetje aan de trap lopen iedere keer. We pakken ook altijd horizontale niveaus. Om dan de markt in kaart te brengen. En we gaan nooit met schuinlijnen trekken. Want het heeft geen zin. Want een schuinlijn kan vroeg of laat worden doorbroken. En horizontale lijnen, dat zijn lijnen, niveaus die door de markt ook heel goed wordt onthouden. Die zijn ook heel krachtig. En heel vaak als je dus uit een trading range breekt, dan kun je de afstand kun je dan projecteren naar boven of naar beneden toe, al naar gelang de markt een bepaalde kant op gaat. En dat weet je van tevoren. En dan heb je geen eens, het is niet dat je een glazen bol hebt, maar je kunt met meer waarschijnlijkheden kun je gaan handelen. En meer zekerheid. Nou, dan zien we dus een counterbeweging vanaf de yesterday low. Dat werd van tevoren ingeprojecteerd, hè, de yesterday low. Dan zie je dus dat we redelijk zwak liggen ten opzichte van gisteren. Maar we bifurkeren nu al rond de lows van gisteren. En de horizontale niveau aan de onderkant is nu die yesterday low. Dus dat is, het correspondeerde met die lijn inderdaad. Hij ligt precies tegen de spike aan van deze groene candle. Klopt, ja. Dus dat is interessant. En dan hebben we dus de korte termijn. Dat is dan bij die S1. Dat is dan op dit moment een trading range. Wat heel krap is van, nou, pak een beet. Ik meen dat er iets van 30 punten is ongeveer. Zal je even kijken. Ja, dan kun je dus van tevoren een beetje inschatten, als de markt gewoon zwak blijft, wat de potentie is van zo'n trade. Dat is wel super interessant om dat te onderkennen. Oh, ze hebben morgen ook om 9 uur op YouTube hebben we ons live trading sessie weer om 9 uur 's ochtends en om 3:30. Dus als iemand dat ook wilt volgen, dan kan dat. Alleen het zit wel een vertraging in van 20 seconden dat je daar rekening mee houdt. Dus, misschien ook leuk om te vertellen. We hebben op 24 januari hebben wij een trading sessie, een live trading dag. In Venlo, dat hebben wij met FX Flat georganiseerd. En wij zullen ook het programma natuurlijk grotendeels doen, 90% tot 95%. En FX Flat is natuurlijk ook aanwezig in de vorm, in de hoedanigheid van Aras en ook met ons team. En waarbij Leonde natuurlijk aanwezig is en Mohsin. En dat is meer een trainingdag waarbij we dus ook de mensen bijeen laten komen om te leren traden. Hè. Dan, dus dat is dan ook een soort algemene sessie waarbij je dus niet het Monitor Trade Support System nodig hebt. Het is natuurlijk wel handig om dit zo te zien. En dat je hiermee handelt, maar dat we ook handvaten aanreiken waar je gewoon als trader iets mee kunt doen.
Ik heb ontzettend veel zin. We hebben in ieder geval een aantal aanmeldingen. 24 januari op een dinsdag is dat. En ik heb ook begrepen, Harry Klip komt ook mee, Arash, mijn collega. Dus wat een interessante sessie. Ja, leuk. Geweldig om te horen. Dus wat dat betreft kijk ik er ook heel erg naar uit om iedereen te ontmoeten. En het wordt dus gewoon een hele interessante daytrading seminardag. Uiteraard ook met samenwerking met jullie. En dan kunnen klanten ook gelijk hun ervaringen daarop doen. Kennis maken met de systemen, de handelsplatformen enzovoort. Dus ja, het wordt gewoon een hele leuke en interactieve dag. Ja, klopt. En dat is ook onze eerste try-out. Ik zei het daar, dus kunnen we ook VVV stuiden afhuren. Maar zei Aris, ja, 8000 kan op zich wel. Want het is nu nog een beetje te koud. Dus die 8000 die zullen we waarschijnlijk gewoon een keer in de zomer doen. Lijkt me beter. Dus we beginnen eerst iets kleiner, Aris, hè? Ja, precies. Ja. Laten we het even bescheiden houden totdat het weer wat beter wordt. Dan kunnen we dat ook buiten organiseren. Precies. En voor de deelnemers, weet je of iemand ook überhaupt ook tijd heeft om naar die sessie te gaan op 24 januari op een dinsdag. En of dat ook een leuke sessie of dat ook een leuke sessie vinden. Dus of iemand dat ook wel interessant vindt, zeg maar. Daarheen ja, om deze mee te nemen, mee te maken. Ja, precies. Wat ook wel handig is om te weten, is dat het dus van 9 uur tot ongeveer 5 uur in de middag zal zijn. Ja, 4 uur voor normale tickets en tot 5 uur voor de VIP-leden. Want er is ook een, ja, ik wil geen zeggen zang en dans op het laatst, maar wel een uur personal coaching, dat er de mogelijkheid is. Ja, en de VIP-leden krijgen een vlaggenpakketje nog en krijgen ook de beste plaatsen bij die sessie. En ze krijgen natuurlijk ook bij de lunch extra aandacht, zeg maar, dan kun je aan de lunchtafel met experts aanschuiven. Dus ik kan misschien een polletje houden van ja, wie er ook een interessante dag zou vinden om dat ook mee te maken. Ik mag een ja of een nee aangeven. Dus Venlo, ik weet niet waar het ligt. Ja, ergens in Brabant volgens mij. Hè? Nou, nee, dan krijg ik ruzie met Leon. Het is op de grens volgens mij met Duitsland. Ja, ik denk het ook, ja. Limburg is dat volgens mij, Venlo. Ja, dus wat dat betreft van een steenworp afstand van de Duitse grens en dan in Limburg inderdaad. Ja, Limburg, ja. Ja, precies. Nou, je ziet in ieder geval, ik zal straks even LinkedIn slingeren voor jullie als je dat interessant vindt. Nou, we zien het ook dus nu en onderin een rood gebied, hè, dat is die MT-indicator, aangepaste MACD. En we zien namelijk... Ja, precies. Zolang die rood is, dan kijken we met een verkoopbril. Ik heb ook altijd twee brillen naast me liggen. Ik heb een verkoopbril, dus een donkere bril, zeg maar. En ik heb ook een nieuwe bril, nieuwe koopbril gekocht, Leonne, deze. Kijk, dan kan ik de signalen beter zien. En dus als ze dus onderin groen is, dan kijk je meer naar de koopsignalen. En als ze dus rood is onderin, dan ga je juist met een verkoopbril kijken. En nu zien we dus een counterbeweging. En dat zie je dus ook aan de hand van de PMA-indicator, de Property Moving Average die bovenin zit. En dat is de vloeiende blauwe lijn. Maar het is nog geen koopsignaal. Nee, dat kan niet, omdat onderin rood is. Dan kan je nooit een koopsignaal krijgen. Je kunt wel koopsignaal krijgen bovenin, maar dat is nog niet bevestigd. Dus geen geldig koopsignaal dan. En je ziet ook dat er twee short indicatoren zijn. Die bovenste indicator die volgt de koers op de voet. En dat is ook een soort, ja, een vrij op de voet volgende indicator. En de onderste, dat is een MT-indicator, dus een aangepaste MACD, die loopt een stukje achter, zeg maar. Dat is een soort lagging indicator. En die geeft dan een algemene trend weer. En die gebruik ik ook als filter. Aloïs heeft dat systeem ontwikkeld. Dus in eerste instantie was de bovenste indicator die pijlen, die zijn op zich prima. Alleen als je dus een extra filter aan toevoegt, dan filter je de slechtere trades eruit. En dat is ook de reden van de vraagsteller ook, waarom dat we minder aantal trades hebben ook iedere keer. Ja.
Dus oké. Nou, we wachten gewoon rustig af, Leon, hè? Ja, er staat hier voor ons nog een bolletje, dus het is nog steeds geen geldig signaal. Dus gewoon rustig afwachten. Zou ik dan ondertussen, Leon en Aris, die link voor de aanmelding ook eventueel inzetten met meer informatie? Dan kan iedereen dat ook op zijn gemakje of haar gemak bekijken. En dat is dan 24 januari, is dat. Zal ik die erbij zetten? Kijk, we hebben hier dus, we zitten weliswaar in een rood gebied. We zitten onder de nullijn, maar hier zit gewoon een groen bolletje. Dus dit is geen geldig signaal. Hier zijn we ook al 2 keer op afgeketst. Op deze yesterday low. Ik heb trouwens nog tussendoor nog een vraag van Gerbert en die vraagt: worden de weerstand en supportlijnen automatisch geplaatst of handmatig? Je ziet een aantal niveaus waar de letters bij staan, zoals de yesterday high, dus het bovenste. YH is dat, de DO, dat is de daily open. Nou, dan heb je nog pivot point, afgekomen met PP. En op basis van die PP worden aan de bovenkant support of resistance aangegeven en aan de onderkant supports. En die worden automatisch meegeleverd. En de paarse lijnen, die trekken we zelf erin, omdat dat natuurlijk afhankelijk is van de markt. En, maar deels dus. En deels zelfstandig ingetekend, maar de meeste krijg je al erbij. Kijk hoor, dan moet ik... deze link erbij zetten, want de link is niet klikken, maar de ene wel. Dus ik heb even voor Aris ook een link erbij geplakt voor de 24 januari sessie. Ja. Er zat een spatie voor de H, dus bij die ene zin. Dus met meer informatie, heb je meer informatie nodig, dan neem ik contact met FXFlat of met ons. Het is ook een geheel verzorgde dag met lunch trouwens, met koffie en thee. Ik ben benieuwd of die S1, dat is de eerste support level, steunniveau. Wat gebroken werd, hè, Leone, bij die forse uitbraakbar, bij die pijl daar inderdaad, zie je dat die S1, support 1, is nu weerstand geworden, heeft een nieuwe functie gekregen. Dit is een paar keer op afgeketst, het is interessant om te constateren. Dit bedoel je, Robert, heeft hij hier een paar keer op afgeketst. Dus in feite is hij nu weerstand geworden en zitten we nu op de yesterday low. Ja, en die S2, dat zit er iets onder, hè? Dat is, maar die staat ook alvast ingetekend, trouwens. Ja. Er zijn meer referenties en eikpunten, hè, waar de markt naartoe kan gaan. Het is geen garantie, dat is geen zekerheid natuurlijk. Maar dan weet je in ieder geval dat belangrijke niveaus zijn waar de markt naar kijkt. Daar zie je ook 2 kleine grafiekjes aan de rechterkant. Nou, die gebruik ik zelden tot nooit, alleen puur ter referentie om even te laten te zien hoe beweegt de markt ook ten opzichte van gisteren. Of hoe beweegt de markt ten opzichte van een grotere tijdsperiode. Dus rechtsonder is de 15 minuten. Dat is hier. En ja, daar hebben wij nog die MT-indicator onderin gezet, maar die kan eruit. Hè? Dat hadden we een keer... ter illustratie aangegeven dat je ook zelf in de kantoor aan toe kan voegen. Mm-hmm. En die kan dan ook op zich eruit, want die gebruiken we niet op de 15 minuten. Je kunt de indicator heel makkelijk eruit halen door zo op die indicatorenlijst te gaan. En die onderste indicator, nee die niet, nee die is goed, die is goed. De onderste, dat is die. Ja, nu is die weg.
Kijk, dan heb je iets meer helikopterview ook, hè, als je er 15 minuten erbij hebt. Ja. Is het een beetje een interessante sessie tot dusver, Aras, of niet? Ja, dus inderdaad leuk om te zien hoe dat live traden uiteindelijk ook in de praktijk in zijn werking gaat. Want ik denk dat het toch wel voor velen op die manier ook wel leuk is om het systeem zo actief te zien. En ik heb hier overigens ook nog een nieuwe vraag van... Even kijken van Roel en die vraagt: welk systeem zorgt ervoor dat de bolletjes verschijnen en dat je niet kunt handelen? Nou, je kan wel handelen. Ik bedoel, je staat vrij om te doen wat je wilt. Alleen die bolletjes die geven aan dat de momentum afneemt. Dus met andere woorden, als je in een negatief gebied zit, je hebt een daling achter de rug. En dan zie je bolletje, betekent eigenlijk dat het dalenmomentum, hè, dat de daling afneemt, het momentum ervan. En we hebben ook op de vloer geleerd, Alois en ik, dat je in momentum mee moet zwemmen. Zie je dat als een kolkende rivier. Zie maar als de Rijn die dus door Arnhem stroomt richting de berg of andersom. Ik weet niet hoe dat precies gaat met die stroming. Maar dat je dus niet er tegenin moet zwemmen. En als je dus die bolletjes hebt, dan is dat is weliswaar stroming, maar die stroming neemt af. Zo moet je dat zien. Maar kijk, het gaat ook niet echt om dat je echt onder de motorkap precies weet hoe die dingen worden berekend. Dat is helemaal niet relevant. Sterker nog, is niet nodig. En ook zie je als een Red Bull auto van de Honda motor van Max Verstappen. Ja, die rijdt ook rondjes natuurlijk zo snel mogelijk. En die zal ook waarschijnlijk ook niet tot in detail alles weten hoe zo'n motor eruit ziet. En dus, zeker voor jou als trader, jij wilt ook zo snel mogelijk over de finish gaan. En je moet je niet willen vermoeien met allemaal technische zaken. Het gaat erom ja, dat je naar de bestemming gaat, naar het resultaat. Hè? En dat is ook heel belangrijk. Maar het gaat om dat je juist weet te interpreteren. Kijk wat de kleur is. Van de bovenste PMA-lijn, nou, is die oranje met een pijl, oranje pijl en onderin rood. Dus geen puntje, nou dan is het een clear to go. En heb je een puntje, nou dan is het gewoon niet handelen. En dat is het enige wat je hoeft te weten. Kijk, dat kun je dus hier ook zien. Als je hier, dit was een geldig signaal, als je hier instapt, dan daalt de markt en dan heb je geen puntjes, geen bolletjes. Sta je hier, dan heb je dus bolletjes, maar dan heb je ook een zijwaartse beweging. Ja. Dus de volatiliteit is er gewoon uit. En dan is de vraag, gaat hij omhoog of gaat hij terug naar beneden, verder naar beneden? Ja, en als je heel goed kijkt, onderin zie je ook een vloeiende lijn door die staafjes heen, hè? Even wachten, deze bedoel jij, hè? Precies, ja, en... iedere keer als een crossing plaatsvindt van de buitenste randen van die indicator met de vloeiende lijn, dan krijg je wel of geen punt. Nou, dan zie je dus een crossing inderdaad, waar het eerste bolletje staat, zie je ook dat die crossing heeft plaatsgevonden. Ja. Daar inderdaad. En als je dan bij die laatste, daar inderdaad, bij die crosshair waar je nu staat, waar het laatste bolletje is geweest, zie je ook dat er dus een lijntje is geweest gecrossed. En dan heb je twee staafjes, geen bolletje en dan weer wel. Met andere woorden, dat systeem helpt je ook gewoon om... dat je niet zelf die lijntjes hoeft te interpreteren... maar dat er een bolletje werd ingetekend. Dus maar het enige wat je hoeft te weten is... bolletje niet handelen, punt. En geen bolletjes, wel handelen. Ik heb nog voor jullie nog even de link van morgen. We hebben om 9 uur in de ochtend trappen we weer af met de DAX-handel. Ja, morgen doen we de DAX in de ochtend, hè, Leonne? Ja, de DAX gaan we handelen in de ochtend. En in de middag gaan we weer op de Nasdaq. Tenzij
er zoveel vragen komen over de DAX, dan handelen we gewoon weer op de DAX. Maar het plan is, 's morgens de DAX en 's middags de Nasdaq. En misschien kunnen we dan een keer een beetje de boens erbij halen, Jan-Robert. Ja, oké, dankjewel voor jouw doorpassen van de informatie van de tradingseminar op 24 januari. Dan hebben we nog een vervolglink, dat is namelijk onze YouTube-channel voor morgen. Voor elke woensdag staan ook de live trading sessies in van vorige keer. En dan kun je gewoon morgen vroeg om 9 uur intunen, zeg maar. Dan krijg je automatisch een pushbericht als je abonneert, dat bij starten. En dan hebben we ook, Arasje, heb ik nog... ik heb wel onze live trading sessie zoals deze, heb je erop geplaatst. En ik heb nog in de mailing de sessie, die masterclass in Beurs van Berlage, heb ik nog gedeeld. Wat nu nog op YouTube staat van FX Vet, Aras. Ja, heel goed. Ik zie hem er inderdaad erin staan. Ik zal hem ook even voor iedereen erin plaatsen. Ja. En toch een vraag voor de deelnemers. Welke markten handel je op dit moment? Dus noem gewoon even één markt waarbij je het meest actief bent. Is dat de Nasdaq bijvoorbeeld? Of de DAX? Dollar, misschien goud of olie, boend. Ben ik dan benieuwd wat voor soort producten de meeste worden gehandeld ook op dit moment. Nou, we krijgen hier in ieder geval als allereerste de DAX erin, maar ook bijvoorbeeld de Nasdaq wordt ook aangegeven. Dus wat dat betreft zijn dat de twee belangrijkste en de meest voorkomende zie ik hier. Oké, cool. En kun je dat ook beamen, zeg maar, vanuit de traders die jij ook voorbij ziet komen, zeg maar, qua activiteit? Is het ook zo inderdaad dat dat de twee meest belangrijke markten ook zijn? Ja, precies. Dat zijn wat dat betreft de veel gehandelde indices, uiteraard de Nasdaq, maar ook vooral de populaire DAX. Dus ja, dat klopt. Op die manier komt dat ook met ons eigen inzicht goed overeen, ja. Ja, en wat het mooie is, dat dit systeem is toepasbaar op iedere markt. Dus als we bijvoorbeeld via Ctrl-M markten tonen of via toon, kan misschien Leon even laten zien. Alles wat in MetaTrader 4 wordt aangeboden, kan worden gehandeld via ons systeem ook. Dus FXWeb moet toch wel zeggen dat jullie gewoon het chassis zijn, zeg maar, waar je op handelt. En wij zijn de hondenmotor, als het ware. Wij hangen die hondenmotor erin. En wij kunnen gewoon gas geven, gewoon mooi op handelen. Maar dit zijn allemaal markten die FXWeb aanbiedt, met gratis koersinformatie. En dus dat is echt uniek, maar in ieder geval dat is heel mooi. Maar bij sommige brokers moet je echt geld betalen om die koers te ontvangen. En wat ook het belangrijkste is, de kosten per trade, die zijn ook goed. Als je de DAX handelt, is voor mij de spread 0,9. Dat betekent dat je dus effectief 90 cent kwijt bent met één vol contract. Handel in een mini-contract is 0,1. En bij de Nasdaq is dat 1 punt. Dat klopt, hè? 1 punt. Ja, ja klopt. En dus dat is en nog steeds is het kostenvrij, zeg maar. Er zijn geen vaste kosten aan verbonden, hè? Het vertreedt nog niet. Nee, klopt. Zoals ik het eerder ook al aangaf, dus voor het voeren van zo'n beleggingsrekening zijn er geen enkele maandelijkse fees of andere soorten dingen. En de transactiekosten, de commissies, die zijn ook altijd 0 euro. Ja, en hoe zit het als iemand een demorekening heeft? Dit is toch weer een korte poll. Ik ben misschien gek van mijn polls, maar wie heeft een demorekening? Of een live rekening? Of allebei? Maar dat is wel belangrijk, want als je een demo-rekening hebt en die verloopt na een aantal dagen, min 30 dagen. Ja. Als je een live account hebt, Aras, kun je dan de demo-rekening wel bij blijven houden of moet je dat iedere keer verlengen? Of hoe werkt precies. Dat? Dat is in principe dus een van de grote voordelen bij zo'n live beleggingsrekening.
dat je er dan ook altijd een onbeperkte demobeleggingsrekening erbij krijgt. En op die manier kun je heel gemakkelijk gewoon blijven oefenen op je demorekening. En op die manier ook alles onder de knie te krijgen. Zie je eventueel een bepaalde kans in de markt of wil je live traden, dan kun je ook heel gemakkelijk de switch maken naar de live rekening. En dan kun je gewoon met echt geld bijvoorbeeld zo'n trade ingaan. Ja, dat is heel cool, want je ziet dus, dit is een MetaTrader 4 platform. Stel dat je naar een demo-account wilt. En dan het enige wat je hoeft te doen via folder inloggen op handelsrekening en dan de credentials aan toe te voegen. Dat doen we nu niet hoor, maar dat laten we even zien. Nou zo, en dan voer je het wachtwoord in. Dan switch je naar de demo bijvoorbeeld. En dan ga je daarop handelen. En dan wil je weer terug switchen. Dan ga je naar de live server. En het is... Een kind kan de was doen. En dat is het mooie van het systeem ook. Want wij helpen gewoon met installatie met het systeem. Is een eenmalige aankoop. En dan kun je ook altijd gebruiken voor jezelf. En op diverse MetaTrader 4 platformen. Of de demo of de live rekening. Mag je helemaal zelf weten natuurlijk. En zo kun je heel makkelijk heen en weer switchen. En wat zo belangrijk is. Als je dus een nieuw contract of nieuwe markt gaat doen. Dat je altijd de contractgroottes goed bekijkt. Nou, we hebben vanochtend, Leon en ik, hebben de bond bekeken. En dat is namelijk de rente. Dat is een renteproduct. Hè? En dat is namelijk de 10-jaars rente, meen ik. De future op de 10-jaars rente. En die kun je ook bij FXFlat handelen. En waarom is dat belangrijk? Waarom is dat interessant? Nou, waar opereren we nu in? In een soort inflatoire omgeving met heel veel onzekerheid. Op macro-economisch vlak. En het is ook zo dat als dus inflatie of inflatiedreiging toeneemt en ook de rentestijgingen toeneemt, zeg maar dat de Fed of de ECB de rente gaat verhogen, dan zal dit naar beneden gaan. En als er dus bijvoorbeeld paniek in de aandelenmarkt is of mensen zoeken safety, flight to safety, dan zullen ze boend gewoon pakken om te kopen. En dan dalen de effectieve rendementen, oftewel de rentes dalen dan. Nou, waarom zeggen we dat met helemaal mond vol? Ik heb zelf ook met Harry Klip op de dealing room gehandeld. Heb ik ook in de fly gehandeld. Dat was de boend bobble shots. Beetje moeilijk termen zijn. De bobble is een voor mij een vijfjarige rente. En de shots een kortlopende rente. Je had dus een lange rente, middellange rente en een korte rente. Maar de boend is natuurlijk de benchmark voor de hele rentemarkt in Europa. Zou ik wel willen zeggen. Nou. Om dit even in kaart te brengen, de specificatie van één contract maal 100. Hier zie je bijvoorbeeld een koers van 133, afgerond 133. Dus als je één contract handelt, wat een 133 is dan 13.300, is dat de contractgrootte dan. Als je dan 133 gaat kopen met één contract naar 134, dat is dus een beweging van één punt. Maal 100 is een 100 euro. Nou, we hebben dus vanochtend, hebben wij even de voorbespreking gedaan, Leon en ik. En hebben we dus ook gezien bij London Opening. En ja, voor mij ben je gesponsord door Hans Anders of Specsavers, volgens mij, want ik kan die cijfers niet zien. Maar even die beweging van, ja, van die London Opening, 9 uur 's ochtends, was een volpunt beweging, meen ik. Hè? Van daar, ja, daar, naar beneden toe. Even wachten. Nou gaat er iets fout. Ja, hij flipte weg. Ja, daar. Precies. Van hier naar... Nou ja. Ja, je moet dat ding vastzetten namelijk. Hè? Dat, die niet. Ja, die linker. Ja, nu is hij volgens mij goed, die linker. Ja. Hier. Oké. Ja, volgens mij is dat een hele beweging van meer dan 1,5 punt. 80. 81. 80. 80 cent, ja, dus 0,8 is dat. Dus van, ik weet niet wat het precies staat, 134,5 naar 133,7 bijvoorbeeld. Nou, dat is 0,8 punten, maal 100 is 80 euro, hè, wat je dan pakt als je short zit. Nou, en hier hebben we ook gezien, onderin zie je dus rood. Dus dat betekent dat we alleen maar met de verkoopbril kijken. In die periode zit je alleen maar short. En dat is het mooie. Dus dat je ook in
dalende markten geld kunt verdienen, ook in een renteomgeving. En dat is wel super cool. En sommigen zeggen, ja, ik kan het wel zonder de indicatoren. Nou, prima. Die zeggen, ja, price action is belangrijk. Nou, dat is natuurlijk leuk en aardig, maar het punt is, als je dus niet momentum indicator zoals wij die meeleveren, meeneemt, dan ben je vaak geneigd om te snel in de markt te gaan. En dit geeft ook een heel objectieve houvast wat dat betreft. En dus ik zou zeggen, ik zou iedereen uitnodigen, kijk ook gerust naar dit soort producten, de Bund. Want er is geen Amerikaanse rente, heb ik gekeken. Klopt, hè? Alleen de Bund is qua renteproducten voorradig, hè? Ja, klopt. Op de ja. MTVN. Ja. Top. Nou, kijken of er nog vragen zijn, Aras, op dit moment. Dus wat dat betreft lijkt het wel allemaal duidelijk te zijn. Er zijn geen verdere vragen op dit moment. Ja, mooi. Kijk, nu hebben we dus weer de veel voorkomende fout. Dat je dus op een andere markt gaat kijken. Nu heb ik hier dus een instap gemist. Ik wilde gewoon de Bund laten zien. En wat gebeurt er? Dan krijg je op de Nasdaq. Dit was een geldig signaal. En dit was een geldig signaal. Ja, er zijn ook hoeveel punten zijn dat? Nou, stel dus dat ik dit signaal had mee kunnen nemen. Dan zou ik dus nu op 57 punten zitten. Ja, daarom is het ook belangrijk om met een... Ja, de eerste signaal was op de scheidslijn voor me, was niet. De tweede wel. De tweede was wel een... De eerste was ook goed. Kijk, de eerste zat net boven de nullijn. Ja. En had je hier ingelegd, dan lag je de 3 punten boven. Dus ongeveer hier word je dan getriggerd. Als je ingestopt, ja. Kom je hier, word je dus ingestopt. En dan kun je hier dus gewoon 57 punten pakken. Ja. Dus kijk. Dit is typisch zo'n voorbeeld van als je... We hebben hier steeds bolletjes gehad. Dus wij denken van nou, dan gaan we even naar een andere markt. We wilden de Bund laten zien. Nou, en dan mis je dus uiteindelijk een instapmoment. Dus focus je ook altijd op één markt. Ja, je ziet ook dat de markt op de ene moment naar een ander moment kan omslaan. Dus dat je niet blijft hangen in een negatieve of een positieve blik. En dat je dus gewoon heel objectief moet kijken naar de markt. Dus zie je ook dat, dat onderin... Kijk, onder de bovenste indicator gaf al op een vroegtijdig stadium de blauwe PMA, die gaf die al aan. En de onderste, dat is dan die iets later komt met een extra bevestiging. Nou, en even kijken of die vraag van Sopas. Nou, ik had er aangegeven dat we in een uur ongeveer 4-5 signalen hebben. Nou, dit komt dus ook weer uit, hè, dat we nu dus ook weer een aantal trade momenten hebben gehad. Nou, sommige ondervangen dat dus om twee schermen naast elkaar te zetten, dat kan ook. Hè? Of twee. Alois heeft. We hebben een aantal templates profielen meegegeven met één markt of met meerdere markten, dat kan ook. Wij focussen liever op één markt, want dan heb je dus betere focus ook op deze sessies, deze handelssessies. Nou, wil je meer weten hoe je dus ook succesvol kan handelen, zou ik zeggen, als je tijd hebt, kom dan gerust naar de sessie van 24 januari. En dan krijg je ook in het pakket een aantal boeken, waaronder Forex voor ambitieuze beginners. Forex Trade voor ambitieuze beginners van Jelle Peters. En ook een boek van mij met de crypto, krijg je ook van mij erbij als je naar die dag gaat, maar dan een VIP-arrangement afneemt. Dus dat is ook altijd cool.
Ik weet niet of Aris nog iets leuks in petto heeft, maar dat, dat wordt nog een verrassing dan eventueel. Dus, nou, zien we dus ook weer een laatste candle met een koop. 38 seconden. Naar de high is 03, 38, 07. Dan kunnen we zo een order inschieten om 07 dan. Nou, Fenijn zit toch weer in de staart. Ja, dat is elke keer, hè? Dat is altijd, ja. Ja. 07, dat is 07 is dus ook precies met de high van de candle, van de groene, van de laatste groene candle. Ja. Zie je dat, Jan-Robert? Ja, dat is wel toevallig, ja. Toeval hoor, dus. Nou, dan gaan we inderdaad kijken van hoe lang gaat die candle nog door, hè? Hoeveel bars. En Leon zegt ook al, na drie, vier candles, dan moet je ook niet meer in. Ja, haal hem gewoon uit. Ja. Ja, en wie vindt het ook een, op zich een interessant systeem, wat we ook hebben getoond? Een jaartje aangeven of een nee, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik krijg hier wat dat betreft gelijk wat jaartjes te zien. Nou, hartstikke mooi. En ook wat complimenten dat het toch wel een goed en leuk webinar is. Nou, hartstikke bedankt. We hebben het best gedaan, Leon. Hè? Dus, ja. Ja, nou wil ik even terugkomen op die lijn die ik dus, de instapmoment die ik hier heb neergelegd. Die is dus ook op de high van die candle terechtgekomen. Toeval of niet, maar hier draait wel weer, krijg je een oranje PMA. Dus de markt draait hier, je krijgt ook weer bolletjes. Oké. Okay. Dus ik denk dat, we kunnen nu in ieder geval gewoon uitstappen. Gewoon cancelen, we hebben gewoon cancelen, we hebben geen trade gedaan. Gewoon cancelen. Het was gewoon de high, dus het was gewoon, jammer dan, niks, geen instap. Nee. Nee, we hebben niet we hebben geen trade gedaan, dus niet getriggerd. En dat is dus ook het verschil, want sommigen die zeggen, ik heb een trillende vinger, ik wil gelijk in de markt. En dat is ook een verschil. Als je een signaal hebt en je gaat bestens de markt in met die BM of de SM knopjes, of de BM om te kopen, dan was je nu weer in het pak gehangen, zoals Alouise altijd zo mooi zegt. Ja. Dus daarom willen wij dat de markt doorzet naar boven of naar beneden. En daarom hebben wij die stopboom van 3 punten. Nou, sommigen zeggen ik wil graag 5 punten. Of anderen wil weer 10 punten. Dat is allemaal vrij interpreteerbaar voor zichzelf. Dus als we nog even tot slot een cijfertje mogen hebben voor deze presentatie. Van 0 tot 10 in het Nederlands. Dus niet op zijn Duits. Dus een 0 super slecht of 10 uitstekend. Dan hoor ik het graag. En dan ga ik ook even tot slot. Ons e-mailadres bijzetten, infomoneytowork.com. Dat is ons e-mailadres voor meer informatie. En anders kun je ook op onze website kijken voor Money to Work. En dan wil ik ook zo even een aantal minuten nog. Ik weet niet of Aris nog de slotakkoord wilde geven. Ja. Wat dat betreft, als er geen vragen meer zijn, ik zie inderdaad hele mooie cijfers, achtes, negens, die voorbij komen. Dus, dankjewel.
Jullie zijn wat dat betreft heel goed bezig geweest. En ja, dan als er vanuit jullie kant geen mededelingen meer zijn, ja, dan kunnen we richting de afsluiting gaan. Ja, nou toch een afsluiting af mee. Het is ook zo dat die systeem moet je veel zelf doen. Het is niet zo dat als je dit systeem aankoopt, zeg je hier heb je het pakket en zoek het maar uit. Dat doen we niet. Elke week hebben wij een trading sessie, een soort Q&A sessie op maandag. Ook één keer per maand een live trading sessie zoals nu, waarbij we ook de deelnemers met elkaar gaan traden. En ook één keer per maand een Engelstalige support webinar, dat kun je ook bekijken. En ja, je krijgt gewoon goede backup van ons ook en toegang tot de membership site met tutorials en online trainingen, dat soort dingen. Dus in ieder geval, Leon, mag je ook weer bedanken voor jouw inzet, voor deze uitstekende presentatie weer. En jij natuurlijk ook, Aras, dus, maar jij mag gewoon afronden. En bedankt voor het hosten, Aras. Ja, uiteraard. Graag gedaan. Ik zal nog even het beeld overnemen ter afsluiting. Dat is hem inderdaad. Wederom een erg interessant webinar. Jan Robert, Leone, allebei bedankt. Uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid bij dit webinar. Als er nog eventueel vragen of opmerkingen zijn, we zijn altijd te bereiken middels onze gratis klantenservice telefoonnummer. Of een e-mail schrijven en sturen naar service@fxflat.com kan ook uiteraard. En dan wens ik tot slot namens FXFlat iedereen nog een prettige middag verder en ook alvast een prettige jaarwisseling gewenst aan iedereen. Insgelijks. Ja, dankjewel. Helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt en tot de volgende webinar. Tot ziens. Dankjewel, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.